Het is tijd voor wereld 2, de oliebol graven in Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Nou, we gaan dus blijkbaar oliebolletjes opgraven. In deze serie wil ik Kirby eigenlijk gewoon 100% uitspelen. Even kijken. Op z'n flats, wat is dit voor Rodeo Power? Wow, die is best wel vet. Die is best wel cool. Maar ik wil dus Kirby 100% uitspelen. Dat ik alle schroeven dringetjes allemaal moet gaan vinden. Ik zit een beetje moeilijk te doen met dat blokje. Geen idee waarom. En dan laat ik ook nog deze ster hangen. Nou, die gaan we wel even pakken. Ik vind het een hartstikke leuk gamepje. Oh my gosh, jij wil me opeten? Jij gaat mij niet opeten, vriend. Jij gaat mij helemaal niet opeten, vriend. Die dinosaurus leek me ook wel vet. Ja, dit is Charizard Power. Die is ook wel nice. Wat ziek idee. Tackle er bovenop. Oh, kan ik hier ergens onderlangs of zo? Ik heb zo'n vermoeden dat hier iets... deze wordt helemaal boos. Niet boos genoeg, vriend. Niet boos genoeg. Oké, we gaan even hier naar beneden. Oh, kijk, geheime wereld. Nice. Wat is er in deze wereld? Oké, hier is een uppie. Oh, dit is inderdaad een rodeo-kracht. Die heb ik nu al te pakken. Kan ik dan dat uppie gewoon... Oh, dat kan ik zo naar me toe halen. Handig. Zal ik deze rodeo-stier dan even moeten houden of zo? Voor dit hele level. Jongens, als jullie ook van Kirby houden, laat het even weten in de reacties. En knal sowieso een duimpje omhoog, hè. Terwijl ik even een andere... Oh, dit is wel vet. Even een andere kracht pakken. Dit is best wel cool. Wat ziek idee. Ik denk dat deze misschien ook wel wat kan pakken. Deze is heel nice. Die gooit gewoon zand zo. Wat ziek idee. Tof. Oké, naar beneden. Wat is hier voor geheime... Oh, daar heb ik zeker de rodeo nu nodig. Zit je mij nou op te vreten, jongen? Waarom kan ik dat zand niet gebruiken dan? Ik kan toch ook pakken met zand? Ja, toch? Zie je? Kijk, ik kan zo opladen. En dan kan ik zo... Hoppakee, hotdogje pakken. Lekker. Is een beetje hetzelfde als de rodeo-kracht. Wat een ziek idee. Maar deze vind ik wel lekkerder spelen, eigenlijk. Maar knal vooral dus de duimpjes omhoog en abonneer, hè. Want ik speel zo'n beetje elke leuke Nintendo-game die eruit komt, speel ik op dit kanaal. Een aantal mensen van jullie die zeiden ook... Ah, maar ik wil Pokémon. Waarom speel je geen Pokémon meer? Natuurlijk, de Shiny Only Challenge in Pokémon Scarlet en Violet maak ik ook gewoon af. Maak je niet druk. Dat ga ik ook gewoon helemaal uitspelen. Gaat helemaal goed komen, maar soms komen er nieuwe games uit en dan, ja, dan wil ik die ook graag spelen. Volgens mij heb ik hier een vuurkracht nodig. Ik denk niet dat ik zo... Nee, dat gaat hem niet worden. Hier moet ergens een Charizardje zijn, denk ik. Of, ja... Waar is dan die Charizard? Ik heb vuurkracht nodig, jongens. Oké, hoe gaan we dit oplossen? Wat heb ik gemist? Kan ik dit... Nee, ik kan dit niet kapot slaan. Hebben deze misschien een kracht? Even kijken. Ja, kijk, die hebben die kracht. Nice. Die hebben ook gewoon sick Charizard powers. Oh, dit is wel ook wel nice, hoor. Gewoon zo... Oh, ik moet wel even beter doen. Maar wat ik wou zeggen, zo... Hoppakee, dat is vet. Oh, kijk, dan moet ik nu hier heel snel naartoe rennen... en er alvast in gaan zitten... en wachten tot hij mij natuurlijk naar boven schiet. Ja, genoeg tijd. We hebben genoeg tijd over. Oké, daar gaan we. Wat is... Oh, kijk, ja, hier is die. Hier is de eerste schroevendraai-bout-ding. Oké, en door. Hoppakee, kijk, dat vind ik vet. Mop! Dat vind ik heel vet. Kan ik dit kapot maken? Oh shit, deze kracht is echt super nice. Maar ik moet hem wel eventjes loslaten, denk ik. Want we moeten even dit blok zo opeten. En dan, hoppakee, kan ik hem weer terugpakken. Oh jongens, waar komen jullie nou weer vandaan, joh? Zit er ook weer eentje nu hieronder? Het gaat helemaal fout. Kijk hem chillen daar. Oké, maar ik kan hem gelukkig kapot maken. Ik heb hier een of andere collectible gepakt. Ik weet niet wat het was. En een ticket. Ja, dit gaat top. En door. Heb jij ook een geheime kracht of niet? Ja, kijk, jij bent magisch man. Hallo, magisch man. Deze bom kapot maken. En dan moet ik nu heel hard gaan rennen. Mwop. Oh, wat was dat ook, magisch man? Ik denk het niet. Misschien dat ik zijn kracht wel op moet vreten. Wat is dit? Deze is ook cool. Die wil ik hebben. Rodeo man, let's go. Oh, deze gaat voor mij uit. Kan ik hier dan iets pakken? Nee. Ik moet denk ik er achteraan rennen. Ik moet er snel achteraan rennen. Anders mis ik iets. Of, ja, nee, ik mis helemaal niks. Nee, top, oké. Ik heb nog steeds rodeo, man. Wat ziek idee. Knopje indrukken. Nu moet ik hier weer achteraan. Komt er nog één? Oh, nu moet ik tussen... Ja, nu moet ik er tussenin blijven. Oké. Oh, maar dit gaat goed komen. Kan ik hier achteraan? Ik kan hier zeker achteraan. Zie je maar, ik wou niet gelijk naar boven springen, want dan had ik waarschijnlijk deze gemist. De tweede is ook in de pocket. Nog steeds 100% compleet. Ja, dit is wel weer een lekker Kirby gamepje, hoor. Misschien dat ik zijn kracht moet pakken. Was electric power, volgens mij. Drie van die gekke builders. Gelijk door. Rennen. Hieronder. Ja, top. Hey, we hebben een uppie. Lekker. Voor de rest zie ik hier niet hele gekke dingen. Maar dat blok, dat knalde wel ergens tegenaan. Nee, oké. Dacht, misschien maakt dat blok een weg open naar de derde schroefdring. We gaan door. Oh, ik heb nu superpower. Net als de Super Mario de ster. We kunnen nu iedereen gewoon slopen. Oh, sick ideetje.
Wat is hier beneden? Ik dacht dat ik daar wat zag, maar nee, ik zag daar niks, helaas. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Tempo. Tempo. Oké, maar waar is de derde schroefding, dat draaiding? Hopelijk heb ik die niet gemist. Ah, dit is nog niet het einde van het level. Dan moet hij hier ergens zitten. Oké, ik ga paraplu-kracht pakken. Wat kan ik daarmee? Ik kan daarmee heel hard slaan. Ik kan daar eigenlijk gewoon heel hard mee slaan. Maar ik kan er ook mee zweven, denk ik. Nou ja, Kirby kan sowieso al zweven natuurlijk. Daar heeft Kirby geen paraplu voor nodig. Oh, maar kijk, dit gebeurt. Ja, kijk, als ik zo ga... Woep, woep. Mag ik jouw kracht? Dankjewel. Dankjewel. Oh, ik kan nu kiezen welke kracht ik wil. Zand of lasso? Ik ga voor zand. Ik denk dat ik iets moet pakken weer. Dus dan hebben we één van deze sowieso nodig. Oh my gosh. Oh my gosh. Ik ga jou slaan, vriend. Oh, het is bonkers. Bonkers is back. Oh, kijk uit voor bonkers. Wat als ik mijn slag oplaat? Ga ik hem dan pijn doen? Oh, dan pak ik die ster. Oh my god. Lekker. Oké, pak hem. Pak hem, pak hem, pak hem. Ah, bonkers. Ga weg, bonkers. Oké, hopelijk is bonkers een beetje dizzy. Ik kon wel die sterren oppakken. En ze dan naar hem toe gooien. Kijk, zo. Lekker. Oh, dit ging soepel. Heb jij misschien voor mij nog zo'n schroevendraaiding? Schroefding, schroef. Alsjeblieft. Ik heb wel de bonkers power. De King DDD super kapot maakhamer. Ik weet dus soms ook niet waar ik die woorden vandaan haal. Want het slaat weer echt helemaal nergens op, Rick. Super kapot maakhamer. Meen je die? Meen je die? Wat is nou een super kapotmaakhamer? Doe even normaal. Oké, anyway, met de super kapotmaakhamer heb ik wel alle kristal-energiebollen gevonden. Oh my gosh. En dat is het einde van level 1. Hoppakee. Lekker. Omdat je 15 energiebollen hebt verzameld, is kopieerkrachtruimte 1 nu beschikbaar. Ja, maar dat soort dingen gaan we allemaal later wel checken. Eerst gewoon lekker door met level 2, waar ik 4 van die schroeven dingen moet vinden. Energiekristalbollen, zo noemt het. Nou ja. Het zal wel. Ik ga niet deze slaapkrachten pakken hoor, want dat kan ik... Ja, dat schiet ook maar niet op. Oh, wel grappig dat de muziek ook echt verandert naar onder water. Alsof je onder water bent en boven jou in het zwembad muziek hoort. Kijk. En dan kom je boven. En dan is het weer helemaal aan. Dan hoor je weer alle geluiden. Dat doen ze leuk. Dat hebben ze leuk gedaan. Oh, wat? Oh my gosh. Ik wou gewoon even jou opzuigen. Je hoeft niet gelijk mij te gaan slopen. Deze waterkracht is wel sick. Deze is overpowered? Dit is echt niet normaal. Je kan gewoon zo water spammen en dan... Oké, behalve op hem natuurlijk, op die vis. Want die vis die houdt van water. Maar kijk dan, ik kan gewoon zo spammen. Dat is easy. Ja, deze is echt overpowered. Hij gaat ook echt super ver door. Als je hem eenmaal gooit. Oh, ik kan hier doorheen. Ik zie het alweer. Hier is iets. Hier is een geheimpie. Yo, maar hier is niet eens zo'n kristalbol. Ik had hier wel echt zo'n kristalding verwacht. Ik wil alleen maar deze waterpower. Ik voel me net Squirtle. Heel nice. Hij kan ook gewoon zo glijden. Kijk dan. Oh, net deed hij dat. Wat is dit voor kracht? Dit is... Rock. Steenkracht. Ik snap hem wel. Maar ik kan niet zeggen dat ik hem tot nu toe heel nice vind. Maar dit is wel lekker natuurlijk. Dit is heerlijk. Hoppakee. Ja, nu zijn we een steen onder water. Nice. Let's go. Wow. Ik vind dit wel humor. De manier in welke stenen die allemaal verandert is echt heel grappig. Maar hier moet ik eventjes de aandacht op leggen. Kijk, dat dacht ik al. Geheim leveltje. Oké, wat moeten we hier doen? Hier doorheen? Kan ik hier doorheen? Nee? Oh, kijk, ik zie het al. Hier is een knop. Die knop die had ik niet gezien. Yo, ik ben Meta Knight King DDD en iedereen in één, joh. Oh, deze moet ik niet kapot slaan. Hoe ga ik dit pakken dan? Knop indrukken. Go, 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 go. Oh, ja, kijk. En nu... Ja, kijk. Nu kan ik er zo boven langs. Ik zat net een beetje te dagdromen, joh. Ik zat helemaal niet op te letten, man. Let's go! Bam, 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 bam. En door. Lekker. En door. Heel nice. En klapsen. Oh, dat hoeft niet eens. We gaan gewoon door naar de volgende stukje. Is dit onderwaterstukje? Gaan we lekker zwemmen? We gaan heerlijk zwemmen. In Bacardi Lemon. La, 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 la. Oh nee, dat mag niet. Ik mag geen alcohol aanprijzen op dit kanaal natuurlijk. Ja, nee, niet alcohol drinken, jongens. Dat is slecht voor je. Dat is heel slecht voor je. Oké, en door. Moet ik... Jongen, elke keer doe jij vervelend water, meneer. Ik denk dat ik water, meneer, nodig heb hierin. Zo, en dan kunnen we... Oh, oh nee! Oh nee!
Nou, dat was een leven. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Oké, maar we moeten wel even goed onder water kijken. Dat we niks missen. Kijk, zie je? Let's go, let's go. Let's go, let's go. Bap, 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 bap. Jij nog kapot? Hop, zo vlot. Auw. Niet mij pijn doen. Kijk, hier zit weer een bonusstukje. Oké, wat is dit? Wat is dit? Ik zie twee bommen. Dus bom 1. Dan kan ik gewoon deze pakken. Ja, met bom 2 laat ik hun vrij natuurlijk. Kan ik wel even doen. Maar dan ga ik snel weer weg. Dat was gewoon een kwestie van de goede bom kiezen. Hier, hier, ik heb water voor je. Moei. Oké, ik moet wel op gaan passen dat ik niet te veel geraakt ga worden nu. Anders heb ik straks een probleem en we willen geen probleem. Waar ga je naartoe, Curbs? Ga je naar de jungle of zo? Zag het er nou goed? Nee, we zitten nog steeds in de woestijn. Lekker droog allemaal. Jongen, waar haal je het lef vandaan om mij te raken? Met je gekke jump. Gaan de piramide in of zo? Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Oké, ze proberen me zenuwachtig te maken. Hè, dat ik dit zo snel mogelijk ga doen. Zenuwachtig muziekje en zo. Maar het hoeft helemaal niet. Je kan gewoon chillen. Ik kan gewoon chillen. Ik wil wel een beetje hotdogs eigenlijk of zo. Even weer een beetje lekker eten. Wat is dit? Wat is dit? Kan ik hem zijn kracht opslurpen? Ja, dan heb ik weer superpower. Lekker. En dan kan ik nu alles kapot maken hier. Oh, ik weet niet zo goed wat ik deed. Wat was dat? Wat is dit? Kan hier naar boven, maar we gaan eerst hier naartoe. Gaan we deze bommen kapot maken. Oh, kijk, dit doen we. Oh, oh, dit is wel sick. Dit is wel sick. Een of andere zieke lichtkogel. Ticketje gepakt. Ik heb weer mijn hele leven vol. Dat is ook wel lekker. Zo, dit is wel een sicke superpowertje, hoor. Gaan we weer. Oh, we kunnen hier gewoon alles kapot maken. Zelfs die vuurblokken. Oh, wacht even, joh. Wat is dit? Is dit een nieuwe? Nee, dit is geen nieuwe. Maar ik ga hier wel in. Oh my gosh, oh my gosh. Oké, we moeten in het water springen, denk ik. Ja? Alleen, als ik in het water spring, dan ga ik dus omhoog. Oh, niet per se, oké. We kunnen gewoon een beetje springen, zwemmen. Oké, easy man, easy, easy, easy. Ik dacht het er moeilijk over. Oh, oh, maar niet, ook weer niet te easy denken nu, hè, Rick? Kijk, even deze pakken. Zo, ja, cool. Ja, cool. En door. Beetje zwemmen. Ja. Beetje zwemmen. Oh, deze is wel echt huge. Wegwezen. Oké, let's go. En gooien. Lekker. Lekker. Let's go. Ik ga bovenlangs, denk ik. Oh, ik had daar wel een banaan kunnen pakken. Heb ik niet gedaan. Hadden we gewoon kunnen doen, maar heb ik niet gedaan. Oké, dit pakken. Let's go. Gooien! Yeah! Ik vind dit wel toffe leveltjes, hoor. Kijk, ik blijf hier even boven zweven. Even kijken wat hier allemaal is. Kijk, in ieder geval heb ik dan dat gepakt. Krijg ik hier niks? Krijg ik geen speciaal ding? Oh, ik ben nog niet klaar. Paraplu of lasso? Nou, dan sowieso de lasso. Die vind ik veel chiller. Oh, hier zijn er twee! Maar het is een eindbaas. Of tenminste een tussenbaas. Het is Boldoemer. Let's go, Boldoemer. Ik pak jou, vriend. Ik pak jou. Let's go. Oké, oppassen nu, Kirby. Eventjes weg. Oké, easy. Waar ben je? Oh, je gaat nu daarachter. Kom dan, kom dan, kom dan, kom dan. It's a miss. Oh, ik heb nu een beetje moeite om te raken. Oh, die bollen kan ik ook gewoon kapot slaan. Geen probleem. Geen enkel probleem, Boldoemer. Je kan proberen wat jij wil. Maar daar ga je. Kom maar op. Dankjewel voor de energiebollen. Oké, die hebben we ook weer compleet in dit level. Dan kunnen we hem nu heel snel uit gaan spelen. Oh, die had ik niet eens nodig. Volgens mij ben ik niet eens één keer geraakt door Boldoemer. Oh, dit was wel een vette superpower, jongen. Jammer dat hij nu weg is. Maar ja, we hebben het level toch gehaald, dus maakt niet uit. Yes, level 2 gehaald. Alle energiebollen. En door naar level 3. Ja, nu hebben we de 20 verzameld. Nu kunnen we de zanduitdaging spelen. Een speciaal level voor één speler. Woep woep. Maar eerst die story mode uitspelen. Let's go. Oké, hier zitten ook weer 4 van die dingen in. Let's go, energiekristallen. Jullie zijn van mij. Jullie zijn allemaal... Oh, oh, ik had jou zeker jouw kracht moeten pakken. Ik ga jouw kracht wel even pakken. Ik denk dat ik die nodig ga hebben. Wee. Zie je, die hebben we hier al nodig. Gelijk in het begin, jeetje, wat is dit voor een mega structure. Kan ook zijn dat we die nodig hebben. Springveerkracht. Oh, dat is geen kracht. Oké, 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 dan wil ik graag mijn eigen kracht weer terug. Ik vind wel... Ik weet niet. Om aan te vallen vind ik deze kracht niet heel relaxed, hoor. Wat een idee. Maken we dit kapot. Ja, sterretjes te pakken. Gaan we weer terug naar boven. Zal ik zijn kracht pakken?
Hebben we de magische kracht weer. Ik weet niet of dit slim is. Misschien heb ik toch de stenen kracht weer nodig. Nou ja, maakt niet uit. Ja, maakt wel uit, maar anders gaan we gewoon weer terug. Als ik weet dat we iets gaan missen, gaan we weer terug. Wat ziek idee. Dikke doei! Oké, we kunnen kiezen links of rechts. Ik ga voor links. Ik zie rechts een sterretje, dus ik denk dat links de betere keuze is. Oh. Nee, niet. Ja, maar ik heb het gevoel dat ik belazerd word. Als ik nou links ga, dan zit daar een uppie. Oké, ik moet dus blijkbaar wel het gangetje pakken met de ster. Oh, we zijn alweer klaar. Nou, oké. Link, geef me jouw zwaardkracht. Oké, maar ik maak me wel een beetje zorgen over de energiekristallen. Waar blijven die? Oh, even wachten. Ik zag hier toch ook deze ster, dus die moest ik nog pakken. Wat ben jij nou, joh? Kan ik... Heb jij een superpower of niet? Ja, joh. Jij hebt de windkracht. Oh, die is ook wel lekker, zeg. Wel een beetje onvoorspelbaar, moet ik zeggen, hoor. Die gaat toch alle kanten op. Ik vloog echt als een malle. Moet ik nu de windkracht weer lozen? Ja, ik denk het wel. Jammer. Jammer. Want we moeten hierin. Kan ik dan dit kanon schieten? Nee, dat gaat niet. De windkracht ben ik nu ook weer kwijt. Redden! Oeh! Oh, hier is weer een nieuwe windkracht. Lekker. Oh. Ja, bijna goed, Rick. Probeer het maar nog een keer. Let's go. Is dit de eerste? Ja, top. Dit is de eerste energiekristal. Okay, even rustig aan met de windkracht nu. Dus even windkracht 2 gewoon. Even rustig. Wees. Dit ding vliegt echt alle kanten op. Ik twijfelde al of ik dat moest gaan doen. Beter deed ik het niet gewoon. Oké, nice. Inmiddels alweer 17 levens ook te pakken, joh. Kunnen we hier nog naar boven? Nee, dan gaan we hier doorheen. Wat heb jij voor kracht? Jij ziet er cool uit. Wow! Oh, die is vet. Wee! Die is heel cool. Moeten we oppassen dat ik niet te hoog spring, denk ik. Oh, zie je, in het midden is een dingetje. Gelukkig kan ik nog terug. Hebben we deze energiekristal ook te pakken. Ik heb het gevoel dat hier misschien wel weer een baas is. Dat er daardoor weer 4 in zitten. Zo jemig, man. Hij tript hem, hoor. Ik ging per ongeluk heel snel door dat deurtje. Dus ik hoop nu niet dat ik iets gemist heb. Wat is dit, jongen? Wat is dit? Is dit een bom of zo? Dit is een bom, hè? Wacht, pak hem op. Pak hem op. We nemen hem mee. Gooi hem! Koning Du! Oh, nee. Oh, daar ligt leven. Koning Du, ga eens aan de kant. Ik moet even leven pakken. Dank u. Ja, lekker, jongen. Lekker mis. Oh, ik ben mijn firepower kwijt. Oh, nee. Wat heb ik gedaan? Nee, ik heb nog wel sterren. Dus oké, dat is helemaal goed. Absorbeer zijn kracht. En door. Oké, we gaan naar boven. Beam. En we gaan naar links. Nog een beam. Oh, lekker keihard tegen de muur, jongen. Bedankt, hè? Bedankt, hoor. Oké, hier links zie ik wat. Ja, dat kan ik met deze staf zo doen. Yes! En hier hebben we de derde energiebol. We zitten nog steeds op die 100%, jongens. Lekker, we gaan lekker. Oh, jij bent nog niet kapot. Ik moet jou 2 keer raken of zo. Nou, dan raak ik je toch 2 keer. Geen probleem. Oké, we gaan naar boven. En nu moet ik kiezen. Naar links of naar rechts? Ik koos even naar links. Nu moet ik weer kiezen naar links of naar rechts. Ik kies naar rechts. Ik kies nu weer naar rechts. Ik heb het gevoel dat ik hier één ga missen. Oh, ga ik hier de energiebol missen? Ja, maar ik kan nog terug. Kijk, lekker. Dan gaan we alsnog dat ding pakken. Hotseflot. Wel fijn dat ik elke keer gewoon weer terug kan. Hebben we nu gelijk het level uitgespeeld dan? Schiet. Lekker. Ja, en we hebben inderdaad het level uitgespeeld. Oké, level 4. Let's go. Waarom sta jij hier? Ga jij dingen verkopen? Hij komt uit de verre mysterieuze wereld. Ben eigenaar van de souvenirwinkel in het prachtige pretpark Magisch Magoland. Staat vol minigame attracties. En je kan de souvenirs vinden, dus kom een keer op bezoek. Ja, is goed, maar niet nu. Oeh, level 4 heeft 5 energiebollen. En een sleutel. Moeten we deze sleutel even meenemen? Waar naartoe dan, jongens? Waar moet deze sleutel naartoe? Waar is het slot? Hier is het slot. Oké, ik ga jouw kracht meenemen. Jouw mooie... Oh, dit is Bomberman. Ja, we gaan Bomberman spelen. Superleuk. Ik heb een bom voor jou. Hoppakee. En ik heb een bom voor jou. En voor jou. En voor jou. En voor iedereen heb ik bommen. Piem. Voor Zandman heb ik een bom. Ik heb voor iedereen een bom. Lekker dit. Oh, moet ik wel raak gooien. Pie. Oh, mis. Oh, jongen. Doe eens even rustig, joh. Oh, die bommen komen ook gewoon weer terug mijn kant op. Maar dit is wel lachen. Wat als ik een bom daar tegenaan gooi? Dan gebeurt er helemaal niks. Oké, hieronder moet ik even een bom gooien. Ja, zo.
Let's go. Het blijft in elk spel gewoon leuk om bommetjes te gooien. Oké, dan gaan we nu hierop. En dan... Oh. Oh, wacht. Ik snap het al. Ik moet eerst jou even kapot maken, vriend. Dan moet ik hier naar boven een bom gooien, denk ik. Oké, van waar moet ik een bom gooien? Vanaf hier? Ah, ja, net. Dat lukte net. Maar is wel genoeg. Kijk, bijna is natuurlijk helemaal niks. Als je bijna, daar heb je niks aan. Dan heb je gewoon gemist. Maar als het net lukt, ja, dan heb je het wel. Is ook genoeg gewoon. Ik weet niet hoor, maar ik gooi allemaal bommen mis op deze droepies. Ik kan niet verder hier. Nee, oké. Ook niet als ik... Als ik er een bom tegenaan mieter? Nee, ook niet. Oké, dan gaan we door. Oh shit, het is wel heel donker hier. Ja, maar hier kan ik wel snel dingen missen, man. Oh, wat is dit dan, jong? Kan ik jouw kracht kopiëren? Oh, dit is weer een rodeo, meneer. Oké, cool. Oh, maar als ik nu wil slaan, dan gooi ik eerst mijn kaars weg. Dat hoeft op zich niet zo'n probleem te zijn. Moeten we even bovenlangs zien te komen ergens. Oh, hier. Oh, deze blokjes kan ik gewoon zo weghalen. Oh, ik was al bang. Misschien had ik hem ook gewoon met mijn lasso kunnen pakken trouwens. Oh, jongen. Laat je kaars niet vallen. Wee! Wee! Ik val ze allemaal aan met mijn kaars. Lekker dit. Wat ziek idee. Ik heb het gevoel dat wereld 2 er bijna op zit, jongens. We moeten eerst nog even door lava stukjes heen. Auw, auw, auw. Dat was niet fijn. Ik heb mijn kont verbrand, jongens. Pas op dat je nooit je kont verbrandt. Oké, we gaan... Ja, ik kan deze pakken natuurlijk. Ja, is goed. Laat ik deze pakken. Hier is de eindbaas. Is het de eindbaas? Pak hem! Dit is niet de eindbaas. Dit is een tussenbaas. Dit is Walbergalboros. Watergalboros. Oh, auw. Auw. Auw, auw, auw. Pas op. Pas op. Maak hem kapot. Oh my god. Het gaat zo makkelijk. En ik denk er iets te makkelijk weer over. En dan zuig ik zijn kracht op. En dan heb ik de ijskracht. Nee, de waterkracht natuurlijk. Oh, nice. Dan kan ik zo water gooien. En deze hotdog pakken. En ook deze hotdog boven mijn hoofd ook pakken. Lekker! En dan kunnen we hier doorheen. Ja, cool. En dan heb ik hier een one-up. Ik vind het zo cool hoe hij gewoon zo water surft. Dit is echt heel vet. Heel cool. Oké, naar beneden. Deze bom kapot maken. Oh, hier moeten we gewoon vooral uitkijken dat we niks op onze bakkes krijgen. Dat klinkt makkelijk. Eerlijk. Was ook niet al te moeilijk. Vleermuisman. Wat een ziek idee. Oh, oh, wacht even. Ja, even. Oh, 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 rustig. Pak deze sterren. Pak deze hotdog. Oké. Het beginstuk was makkelijk. Nu ligt de tempo wat hoger van die gekke vuurballen. Vleermuis kapot. Nog een vleermuis kapot. Wat is dit? Ik ben onzichtbaar. Ik ben onzichtbaar, jongens. Zij kunnen mij allemaal niet zien. Kan hier overheen springen? Ja, cool. Dan kan ik hier doorheen. Oeh, fancy pansy. Fancy pansy. Kunnen we hier naar een speciale wereld toe? Vet, die onzichtbaarheidskristal. Ja, dan is dit ook niet zo moeilijk. Kunnen we gewoon hier doorheen lopen? Hoppakee, dan hebben we hem. Maar nu worden we wel gezien. Hartstikke idee. Lekker. Dan denk ik dat we alleen nog een eindbaas moeten verslaan voor die laatste 2 energiekristalbollen. En dan denk ik dat we wereld 2 zo'n beetje klaar hebben, jongens. Lekker, man. Lekker. We gaan goed op deze 100% run. En ik heb toch een vuurbal op mijn hoofd laten vallen, potverdorie. Ik had geen concentratie. Oké, ik kan kiezen uit de zwaardkracht. Sterker nog, ze adviseren mij om de zwaardkracht te pakken. Want dan kan ik eventjes, hotseflots, hier lekker biefstukje eten en deze naar beneden knallen. En deze ook naar beneden knallen. Als ik dat even goed oplos. Zo. Oh, oh, jongen. Dan moet je alleen niet erop. Oh, lekker handig weer, Rick. Jongen, jongen, jongen. Oké. Mega zwaard, man. Kom hier. Wat ziek idee. Lekker. Super vet. Oh, nu moet ik natuurlijk deze dikke touwen doorknallen. Dat is het hele punt. Ja. Oké, duidelijk, duidelijk. Grappig. Maak hem kapot. Wat ziek idee. En door. En vuur Charizard, meneertje. Ook wegwezen. Let's go. Ja, dit speelt wel lekker, hoor. Dit is wel lachen. Oké, jullie ook even allemaal weg. Opzouten. Nog een keer. Bop. Dit voelt echt zo goed. Dit is echt lekker. Deze kapot. Nice. Hebben we een ticket gekregen. Dan moeten we hier naar beneden. En dan... Wat ziek idee. Allebei de touwen, gelijk weg. Oh, oh, ja hoor. We gaan nog naar een bijzondere wereld toe.
Oké, let's go. Oh, wow. Oké, ik moet naar links. Ik dacht even dat ik even de plat gedrukt werd daar, joh. Let's go, easy. En door. Oh, pas op dat ik niet op die bom spring. Zo, deze weg. En door. Lekker dit. Oh, pas op. Oh, ik schoot tegen dat ding aan. Kijk nou, je kan deze terugschieten. Oh, vet handig. Dat was echt vet handig. Dat wist ik helemaal niet dat dat kon. Heel handig. Kan je hem gewoon een beetje tegenhouden zo. Nice. Kijk, dan heb ik nu alles te pakken en dan schiet ik gewoon kaart zo terug. Heerlijk. Let's go. Wee. Oh, joh. Heel chill. Oké, deze moet ik wel hier naartoe schieten. En dan moet ik nu zo door. Gaan we dit weer allemaal pakken zo. Nou, ik denk dat ik deze wel gewoon even zo vooruit schiet. Lijkt me wel handiger op zich. Kennen we gewoon door, kennen we rennen. Hier, dat ding komt ook in één keer heel snel achter me aan. Hoe sneller ik ga, hoe sneller dat ding gaat. Dat is ook niet eerlijk. Welke kracht gaan we pakken dan? Laten we weer voor de boomerang gaan. Die vond ik best wel chill net. Oh, kijk. Oké, hier is een gat in de midden. Of tenminste, niet precies in de midden, maar daarnaast. Kijk, ik kan wel lekker die boomerangje sturen naar hem toe. Dit duurt best lang. Moet ik ongeveer nu, denk ik, wegwezen. Oké, ga je weer in het midden pakken? Nee, oké, maar dat is helemaal prima. Want dan mis je mij toch. Au. Zo, wat kom jij ineens doen, joh? Komt hij opeens op mijn hasses? Auw. Niet doen. Wegwezen. Doei, boldoemer. Hoppakee. Energiebolletjes weer van mij. Hebben we ze weer allemaal te pakken? Tomaatje eten en door de ster. Oké, naar beneden, door. En dan hebben we level uitgespeeld. Oké, en dan? Wat is dit? Wat is dit voor mega show? De baas level, let's go! Omdat we 25 energiebollen hebben verzameld, is de minigame Daverende Blasters nu beschikbaar. Nou, leuk joh. Dus op die manier speel je ook allemaal extra content vrij, hè? Dus het is heel goed om al die dingen te pakken, al die energiebollen, zodat je allemaal extra dingetjes kan doen in deze game. Oeh, oké. Daar gaan we. Ik ben benieuwd. Ik kan kiezen voor de lasso, omhoog, water. Ik ga voor water. Of de lasso. Nou, misschien in een boss battle dat de lasso toch wel chiller is of zo. Ik ben benieuwd wat voor baas dit is. Ik verwacht een of andere zandbaas, zandbergbaas. Oké, wie ben jij? Ik zie twee handen. Oh, is het een sultan? Spooksultan? Het is een genie, ja, zeker wel. Mr. Dooter, pak hem! Pas op voor... Oké, hij gaat jongleren met skelethoofden. Auw. En dan begint hij een beetje te springen. Ik moet oppassen, denk ik, voor die skelethoofden. Maar het is gewoon een beetje rammen, dit hoor. Het is gewoon een beetje heel erg rammen. Oké, ik weet niet wat hij nu gaat doen. Oh. Wat is dit? Oké, hij gaat neerkomen. Moet ik springen? Ik hoef niet per se te springen. Oh, hij wordt groter. Dit is fase 2. Ik kan hem nog steeds raken. Ik weet niet wat hij gaat doen, hoor. Hij springt weer als een malle. Oh, hij gaat stuiterballen. Je kan aan de schaduw zien waar hij terechtkomt. Hij gaat weer. Ouwe gek. Wat? Oké. Mag ik wel even mijn superkracht terug? Dankjewel. Ik weet niet waar hij dat opeens vandaan haalde hoor. Oh, ik heb de bom uit zijn handen geslagen. Gaat hij weer. Ja, dit was een beetje een easy jump, hè. Beetje easy jump. Ik blijf gewoon slaan. Mr. Dooter is down. Bye, Mr. Dooter. Wat krijgen we nu? We krijgen vleugels. Vleugels voor ons ruimteschipje zeker. Ja, lekker hoor. Daar zou Makeloy weer blij mee zijn. Oh ja, moonwalk dingen Michael Jackson. Auw! Hij heeft ook wel een goed hoedje ervoor op eigenlijk. Ja, kijk, daar zijn we weer hoor. Ik heb weer wat meegenomen voor je, Makeloy, voor je schipje. Je hebt weer vleugels. Je kan weer een beetje bouwen, jongen. Oké, daar gaan we. Daar gaan de vleugels. Door de kosmos, door de ruimte. En ja, we beginnen... Oh, dus pas één vleugel. Ik denk dat ik nog andere vleugel moet zoeken. Anders gaat het niet werken. Hallo, Magolor. Het is je geluk, Kirby. De Lord Starker heeft zijn rechte vleugel terug. Zodra we alle onderdelen hebben gevonden, kan mijn geliefde schip weer vliegen. Dan neem ik je mee om mijn thuisplaneet te bezoeken. Ik kom namelijk heel ver hier vandaan. Je kunt er alleen komen via interdimensionale tunnel vanaf jouw planeet. Het is een lange reis, maar zodra de Lord Starker er gerepareerd is, is het een fluitje van de cent. Zou je dat leuk vinden? Ik hoop zo dat je meekomt. Ja man, lijkt me leuk. Maar we moeten eerst door naar level 3 jongens. Ik heb wel allerlei dingen hier ontgrendeld zie ik. En hier ook. Ja, ook allemaal minigames ontgrendeld en zo.
Lachen dit. Maar ik ga nu gewoon naar buiten hoor. Want dan kunnen we in de volgende video door naar wereld 3. Ik hoop dat jullie dit nog steeds vet vinden. Deze 100% run van Kirby Return to Dreamland Deluxe. De duimpjes omhoog. Abonneer als je van Nintendo houdt. Want dan moet je op dit kanaal zijn. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!